Beste kijkers, welkom bij deze nieuwe aflevering van het Bonaire Journaal. Mijn naam is Brecht Koedoder. In dit journaal brengen wij u het nieuws in het Nederlands. We beginnen onze uitzending. Per 1 januari 2020 werd de regeling van aanspraken zorgverzekering BES op een aantal onderdelen gewijzigd. We spreken met Edilse Gulu. Eerste wijziging of laat ik zeggen aanscherping is dat logopedie dat kan alleen nu vergoed worden op basis van medische indicatie. Dus niet meer iemand moet leren hoe zich te presenteren of een presentatie te houden, maar alleen maar op medische indicatie, dan komt iemand in aanmerking, hè, voor logopedie. Er zijn ook twee andere thema's die nieuw zijn binnen de RASBES en dat is de stoppen met roken en een gecombineerd leefstijlinterventie. Dat zijn twee nieuwe thema's die nu dit jaar zijn opgenomen in de RASBES. Voor deze twee thema's moeten we nog de regelgeving een beetje aanscherpen en verder uitwerken. Dus voor deze thema's geldt dat het per 1 maart dit jaar in zal gaan. Verder is er ook een aanpassing voor wat betreft dieetpreparaten. Met dieetpreparaten bedoel ik zonder voeding Ensure. Deze dieetpreparaten, een verzekerde komt daarvoor in aanmerking op het moment dat er een toestemming komt vanuit de diëtiste, de huisarts of de specialist. En dan is de toestemming voor 3 maanden geldig. En waarom 3 maanden? Omdat het erg belangrijk is dat het proces bij de cliënt of de patiënt steeds geëvalueerd wordt. Hè? Dat je kijkt van nou, er is nu Ensure voorgeschreven, gaat het goed? Of soms kan je het hebben dat iemand juist diarree heeft. Hè? Dan gaan we dat aanpassen naar een ander dieetpreparaat. Dus vandaar dat de termijn van 3 maanden is ingelast. Mensen hebben recht en krijgen orthopedische zolen vergoed. Voor wat betreft de aanscherping in deze is dat nu een toestemming vereist wordt door de specialist. Dus mensen kunnen nu niet zomaar via de huisarts, ik ga orthopedische schoenen halen of zolen. Nee, dat moet dan via de orthopeed bijvoorbeeld, die dan echt de specialist, die dan echt moet aangeven dat het echt noodzakelijk is dat iemand orthopedische zolen krijgt. Brillen worden vergoed op basis van brilsterkte. Dus je kan niet zomaar meer naar de opticien en hey, ik heb daar een mooie zonnebril gezien, hey, die neem ik mee. En dat wordt dan betaald door het ZVK. Nee, brillen worden vergoed op basis van sterkte. Dus dat is 1. Het bedrag blijft $170 vergoeding, hè, voor de bril. Vorig jaar was het 2 jaar. Hè. Ieder 2 jaar kom je in aanmerking voor een nieuwe bril. Nu is het 3 jaar, naar 3 jaar gegaan. Ik wil wel daarbij vermelden dat stel dat je in die tussentijd, hè, een oogoperatie hebt ondergaan waarvan je brilsterkte verandert. Of je hebt een ongeluk gehad waardoor je iets aan je oog hebt. Of gewoon, hè, maligniteit of wat dan ook. Dan zal de oogarts dan een toestemming moeten indienen bij medisch advies. Van hey, ik heb hier een verzekerde, die heeft de afgelopen periode iets aan zijn ogen. En die bril moet weer, de sterkte van de bril moet aangepast worden. Nou, dan kan je ook in aanmerking komen, korter dan die 3 jaar. Maar daar moet een reden voor zijn. En de enige die dat kan indiceren, dat is de oogarts en niet de opticien. Voor wat betreft brillen kan ik ook melden. Het was vorig jaar nog vanaf 10 dioptrieën naar boven wordt de brilglas vergoed, volledig vergoed door het ZVK. En nu is het vanaf 8 dioptrieën naar boven. Dus hè, als je vanaf 8 dioptrieën sterkte, kom je in aanmerking dus voor de vergoeding van de bril. Edilse Gulu, teamleider en accountant management van de ZVK, wijst verder naar de aantal nieuwe aanspraken en verduidelijking en aanscherping van bestaande aanspraken en bepalingen. Verder is er nu vergoeding, die was er al, maar ook voor douche, rolstoel, douche, toilet. Daarvoor kan je nu ook in aanmerking voor komen, daar moet ook toestemming voor worden gevraagd. Begeleiding als laatste, hè, verzekerden beneden de 18 jaar,
minderjarigen, die komen sowieso in aanmerking voor begeleiding. Hè. Vroeger waren we altijd gewend als verzekerde. Altijd bij een medische uitzending heb je recht op begeleiding. Nou, dat is vanaf dit jaar niet meer zo. Het recht van begeleiding heb je niet meer, behalve als je het hebt over minderjarigen. Er wordt nu echt gekeken van oké, waarvoor is de begeleiding? Dus ik geef nu als voorbeeld, stel je hebt iemand van 68 jaar, die is vitaal, psychisch heel goed, lichamelijk heel goed. En het hangt ook af voor wat voor medische uitzending hij gaat naar het buitenland. Dan wordt er gekeken van, gaat hij gewoon voor consult? Nou, dan kan hij zonder begeleiding. Gaat hij voor een ingreep? En het is een hele zware ingreep. Nou, dan kan hij in aanmerking komen voor begeleiding, maar dat moet allemaal geïndiceerd worden door de specialist. Vaak hoor je ook mensen zeggen, nou, het ZVK wil niet. Nee, het is altijd de specialist die de diagnose stelt, die ook aangeeft van iemand moet medisch worden uitgezonden en de aanvraag wordt bij ons ingediend. Dus wij kijken altijd naar de RASBES, want dat is een regelgeving, dat is een wetgeving. En als er bijzonderheden zijn, dan moet dat gewoon gecommuniceerd worden met onze afdeling medisch advies. Dus dat is in grote lijnen het verhaal rond de regelgeving, zorgaanspraken. Ja, nou, ik raad iedereen aan om toch te verdiepen in de regelgeving zorgaanspraken. Hè. Het staat op onze website. Kijk er goed naar. Kijk goed waar heb ik wel recht op en wat niet. Eventueel als er klachten zijn, nou, dan kan ook naar ons gemaild worden. Ons e-mailadres staat ook op de website. En dan wordt de mails voor groot deel altijd, proberen we wel antwoord op te geven. Huub Groot, voorzitter van de Kamer van Koophandel Bonaire, verwelkomde de Kamerleden op 4 januari, waar hij een beeld schetste van het complexe speelveld waarin Bonaire zich bevindt als eiland. Tot ons groot genoegen zijn ze hier ook een drie kwartier, een klein uurtje zijn ze hier geweest. En dat is eigenlijk wel heel erg goed gegaan. Je kunt natuurlijk in drie kwartier niet zoveel doen. Maar wat wij samen met het team en het bestuur zijn allemaal vrijwilligers en het team, we hebben 8 fulltime medewerkers hier. Hebben we in 2 weken, 3 weken tijd, terwijl het hoogseizoen is voor iedereen, hebben wij een presentatie in elkaar gezet waarbij we wilden benadrukken dat het allemaal nog niet roze geur en maneschijn is. Maar we wilden ook niet alleen klagen. We wilden vooral aangeven dat we samen met hun vooruit moesten denken en samen met hun aan de slag moesten gaan. Eén stuk was dat ik een openingswoordje deed en dat ik in 1 minuut probeerde te schetsen hoe complex het speelveld Bonaire is. Bonaire is natuurlijk aan de ene kant heel erg klein, dus de lijntjes zijn kort, dus eigenlijk zou alles heel makkelijk en simpel moeten gaan. Anderzijds is het ook een heel complex speelveld, want wat ik heb proberen aan te geven is dat waar in Nederland is een gemeente, en zo denken ze natuurlijk heel vaak van joh, Bonaire, zeur niet, jullie zijn een kleine gemeente, 20.000 inwoners, waar praten we over? Maar waar in Nederland is een gemeente met 20.000 inwoners en deze oppervlakte die een internationaal vliegveld heeft, die een internationale vrachthaven heeft, brandweerkorps, politiekorps. Nou, dat heb ik in 1 minuut opgenoemd, maar ook gezegd waar bijvoorbeeld 2 bestuurslagen zijn, waar de dollar als betaalmiddel is. En waar een gedeputeerde vandaag met allerlei ministers moet praten en de volgende dag met een horecaondernemer over de vergunning van zijn plantenpotten. Een aantal schokken er eigenlijk wel van, die hadden het eigenlijk nog nooit zo gezien. En ik heb ook aangegeven waar gewoon nog heel veel armoede is, maar ook rijkdom. En die tegenstrijdigheden, dat is nog gewoon niet in balans. Het is nog maatschappelijk, sociaal en economisch is het hier nog niet in balans. We zijn verbonden aan 3 wetgevingen. En dat de Kamer een andere functie heeft dan in Nederland. De Kamer van Koophandel Nederland is voornamelijk handelsregister, advies, informatie. Maar wij hebben bijvoorbeeld ook in de wet staan dat wij gevraagd en ongevraagd advies mogen geven aan de lokale overheid en de Rijksoverheid. En Jani van der Heuvel, beleidsmedewerker, heeft een aantal projecten aangegeven waar we mee bezig zijn. KVK Academy, onderwijs op school, of ondernemen op school, incubator. Maar ook aangegeven dat het handelsregister natuurlijk nog steeds het allerbelangrijkste is. En nu is het maar hopen dat ze het meenemen. Kijk, concrete afspraken kun je niet in 3 kwartier maken. En daar zijn wij als Kamer van de Koophandel ook niet voor. Uiteindelijk worden de afspraken gemaakt tussen de lokale politici, de eilandsraad en de Rijksoverheid in Nederland. De politici van Bonaire zelf, hebben jullie contact met hun op regulare basis?
Ja, wij hebben afgelopen jaar hebben wij denk ik 4-5 keer gezeten met de gedeputeerders en ook wel eens met de gezaghebber. Daarnaast is de Kamer van Koophandel betrokken bij de Centraal Dialoog, wat ook als Sociaal Dialoog genoemd. Daar zijn wij een van de partners in en daar zitten structureel twee gedeputeerders bij, mevrouw Den Heijer en meneer China Chu. Dus daar is dan ook veel overleg over de sociale en maatschappelijke aspecten. Verbetering van het minimumloon, arbeidsomstandigheden, nou, van alles en nog wat nieuwe wetgeving. Daar zit ook de gezaghebber bij, daar zit de werkgevers zitten daarbij en de werknemers erbij. En dat is een heel goed platform, wat 4 keer per jaar bij elkaar komt, een aantal dagen achter elkaar. En waar we allerlei dingen worden besproken en geprobeerd om te verbeteren en daadwerkelijk ook vast te leggen. Want het is natuurlijk dat in het verleden, dat is ook wel eens bij de Kamer natuurlijk gebeurd, het bleef vaak bij praten en niet bij daden. Dat hebben wij ook aangegeven bij de senatoren en de Tweede Kamerleden. Het jaar 2020 is het niet meer het woord van alleen maar woorden, maar ook alsjeblieft daden. En ook dat geldt ook voor het huidige BC. Ik bedoel, we zijn al blij, zonder politiek uitspraak doen, we zijn al blij dat er tot op heden langer dan 10, 12 maanden een bestuurscollege zit. Continuïteit is van belang voor een eiland als je beleid wil uitvoeren. Of je nou eens bent met het beleid of niet, dat is een andere discussie. Maar er moet een stabiel BC zijn. Dus wij hebben ook bij dit BC aangegeven, oké, jullie hebben allerlei dingen opgeruimd, gelobbyd, geregeld, financiën. Maar wij willen nu als ondernemers, dus ook als bevolking, willen we volgend jaar wel wat resultaten zien. En kan het niet bij praten blijven. Op 14 januari heeft de minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij Nieuw-Amsterdam de oplevering van de eerste in totale 500 sociale huurwoningen bijgewoond. Nou ja, ik ervaar dit als een heel feestelijk moment, omdat toch na jarenlange voorbereiding, en vooral in de laatste 2 jaar heb ik zelf meegemaakt, ook met Ben Oleana, directeur FCB, maar ook met bestuurscollege, hebben we met z'n allen bij elkaar gezeten en gezegd, het is zo belangrijk voor Bonaire dat ook voor de mensen met een kleine portemonnee, dat er sociale huisvesting gebouwd wordt en dat dat op een goede manier gebeurt, op een kwalitatief goede manier. Ben had daar voorstellen voor, heeft dat ook met ons besproken. We hebben vanuit het Rijk gezegd, wij geven daar een bijdrage aan, een belangrijke bijdrage, waardoor dit project ook mogelijk kan worden. En dit zal ook leiden tot bestrijding van armoede en ook voor de mensen die een kleinere portemonnee hebben. En dat bestuursakkoord dat we recentelijk hebben afgesproken is een heel belangrijk kader waarbinnen dit een van de belangrijke projecten is. Dus ik ben heel blij dat er echt toch binnen zo'n korte tijd eigenlijk nu al de eerste woningen geopend konden worden. Ja, u ziet dat de andere zijn in aanbouw en in mei zijn de eerste 76 gereed. We gaan door tot de 500. En ik heb zojuist in de toespraak gezegd, als je iets wil met z'n allen, dan kan het ook. En dit is het beste voorbeeld. En als je dit kunt, als Bonaire dit kan, door indrachtige samenwerking van FCB, van de Eilandsraad, het bestuurscollege en ook van het Rijk, dan kunnen we ook al die andere dingen, problemen die er zijn, oplossen. Om tot 500 huizen te komen is redelijk veel, laten we zo zeggen, voor Bonaire. Er is ook meer nodig, maar wat moet nog gebeuren om deze 500 huizen te realiseren? Nou, in principe is alles nu geregeld. De financiering is rond. De aannemers zijn klaar. Dus de FCB gaat dat nu allemaal uitvoeren. Fasegewijs. Mensen kunnen hier dan gaan intrekken. En ik hoop echt dat deze wijk een levendige wijk wordt. Waar heel veel nieuwe gezinnen kunnen wonen. En goed kunnen wonen. Want dat is goed voor het eiland. Dat is goed voor die mensen. En dat is ook waar we het allemaal voor gedaan hebben. Soms moet je iets doen wat moeilijk is, wat lastig is, wat qua financiering misschien lastig is. Maar doordat iedereen een bijdrage heeft geleverd, krijgen we het nu ook voor elkaar. Ja, u had net in uw toespraak hele goede woorden voor Ben. Ja, ik moet zeggen, ik mag hem zeer. We hebben in het begin wel eens wat strijd gehad, omdat hij vond dat het allemaal niet goed ging en dat het te langzaam ging. En ik denk dat hij er ook wel een punt in had. En op een gegeven moment hebben we elkaar aangekeken en we hebben gezegd, we gaan dat gewoon doen. En vanaf dat moment, en dat is al 1,5 jaar geleden, hebben wij gezegd, we gaan dat samen doen. En hier staan we nu. En wij hebben het niet met ons twee alleen gedaan. Er waren nog veel meer mensen en partijen bij betrokken. Maar ik vind het wel mooi om te zien dat je dan toch in relatief korte tijd zoiets kunt realiseren. Wij gaan nu de reclame en zijn zo bij u terug.
Welkom terug bij Bonaire Journaal. Woensdag 15 januari werd tijdens een persbijeenkomst verteld dat het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire een extra bijdrage van 3,2 miljoen euro van het Rijk krijgt om extra kennis en kunde aan te trekken die nodig is om projecten sneller te laten starten. We hebben de afgelopen tijd in het kader van het bestuursakkoord, maar ook daarbuiten, goede afspraken kunnen maken. De planvoorbereiding ook via de Eilandsraad komt flink op stoom. En het komt er nu op aan om de plannen ook te gaan uitvoeren. Dat is nog niet allemaal zichtbaar, maar dat is ook logisch, want je maakt plannen, die werk je uit. Dat moet een wettelijke basis krijgen en vervolgens ga je daarmee in de slag. De houding van bestuurscollege en de leden van de Eilandsraad die ik daarna gesproken heb, is er een van samen de schouders eronder zetten. En dat is ook precies wat we ook gezien hebben bij de opening van de eerste sociale huurwoning die ik samen met de gezaghebber geopend heb. Waar FCB en de bouwcombinatie en alle mensen die erbij betrokken waren ook aanwezig waren. En wat ik eigenlijk gewoon een heel mooi symbolisch moment vind, omdat dat ook voortvloeit uit een traject wat al veel langer loopt. Wat onderdeel is van het bestuursakkoord, maar wat wel nu zichtbaar leidt tot de realisatie en ook de snelle realisatie. Zo snel kunnen we in Europees Nederland bijna niet bouwen. Van sociale huurwoningen voor een doelgroep die daarop aangewezen is. En dat vind ik een mooi teken. Ik heb gezegd, als we dit kunnen met z'n allen, als we 500 sociale huurwoningen kunnen realiseren, dan moeten we ook alle andere opgaven uit het bestuursakkoord samen kunnen realiseren. En uiteindelijk gaat het natuurlijk om, dat bestuursakkoord is een eerste stap. Dat is een afspraak waarbij beide partijen, openbaar lichaam en het Rijk, zich tot elkaar verplicht hebben om een aantal dingen te doen. Maar het gaat uiteindelijk om het realiseren van de afspraken die daarin staan. Dat is niet iets wat je in een half jaar of een jaar doet. Dat is een traject wat langer gaat duren. Dat is ook gericht op de versterking van het bestuur, de versterking van de organisatie. En in dat kader heb ik ook het openbaar lichaam een extra bijdrage toegezegd van 3,2 miljoen euro. Die bedoeld is om de organisatie te versterken op die punten waar kennis en kunde nodig is om bijvoorbeeld projecten te draaien en om mensen in te huren daar waar het nodig is. En ik heb daar alle vertrouwen in. We hebben eerder al gezegd, wij doen dat alleen als wij het vertrouwen hebben dat we op een goede manier kunnen samenwerken in de tijd bij het opstellen van het bestuursakkoord. En ik kan zeggen dat ik blij ben hoe het college dat oppakt. En ook hoe de Eilandraad de afgelopen tijd in hoog tempo een aantal verordeningen heeft aangenomen en ook van haar kant de goede dingen heeft gedaan. Dus volgens mij zou het daarom moeten gaan, ook in de toekomst, ook na vandaag, omdat uiteindelijk wij al deze inspanningen leveren, niet omdat wij vanuit Den Haag dat graag willen, maar omdat dat uiteindelijk ten goede komt, goed bestuur, ook aan de inwoners van Bonaire. Woensdag 15 januari was minister Arie Slob, basis en voortgezet onderwijs en media, op Bonaire voor een kennismaking met de scholen en het personeel. Ik heb in de afgelopen dagen op Saba en Eustatius en vandaag Bonaire heel veel scholen bezocht. Ik ben in heel veel klaslokalen geweest. Dat was ook een nadrukkelijke wens van mijzelf om ook in de scholen zelf met de docenten en met de studenten te kunnen spreken. Om ook hun bevindingen met het onderwijs te horen. En ik kan u melden dat hier een hele trotse minister staat. Ik ben trots op de mensen op de eilanden, ook op Bonaire, die in de afgelopen jaren zich enorm hebben ingespannen om het onderwijs weer verder te helpen. Om de kwaliteit ook weer verder omhoog te helpen. En er zijn geweldige prestaties geleverd in omstandigheden die ook niet altijd even makkelijk waren. En ik hecht er dus aan om mijn complimenten ook nu hier uit te spreken in de richting van de bestuurders, maar ook van de docenten en degene die de docenten ondersteunen en de leerlingen, want dat is natuurlijk ook een prestatie die je met elkaar ook levert. Het is belangrijk natuurlijk dat nu we ook merken dat het gelukt is om ook die basiskwaliteit met elkaar ook te behalen, om nu niet achterover te leunen, maar er blij om te zijn en daar mogen we best ook met elkaar woorden aan geven zoals ik dat nu ook doe. Maar wel ervoor zorgen dat we het ook vasthouden en dat waar het maar mogelijk is dat we er ook weer verder op kunnen doorbouwen. Maar weet dat ik blij ben met al datgene wat er in de afgelopen jaren is gebeurd. Onderwijshuisvesting is daar natuurlijk ook heel erg belangrijk in.
Ook daarvan hebben we gezien dat de programma's die er waren in de afgelopen jaren ook resultaat hebben opgeleverd. Ik heb dat zelf ook vandaag met mijn eigen ogen op Bonaire gezien. Hele mooie schoolgebouwen ook. Maar ik weet ook dat er nog heel veel wensen ook zijn. En ook hier geldt niet achteroverleunen, maar ook weer de blik naar de toekomst. En daarom is het zo mooi dat we dit convenant nu kunnen ondertekenen. We hebben er even op moeten wachten. Ja. Maar goed, dit is nu vandaag toch de dag dat het gaat gebeuren. En dat convenant mag u ook beschouwen als een compliment in uw richting. Want er spreekt vertrouwen uit. Vertrouwen ook in dat u met elkaar die verantwoordelijkheid ook op u kunt nemen. En dat u ook met het geld wat u ter beschikking wordt gesteld, dat u daar ook op Bonaire hele mooie dingen voor gaat doen. Uiteindelijk ook weer allemaal ten dienste van de kinderen. Want hen willen we graag ook een goede start in het leven geven. En ook helpen om zich verder te ontwikkelen naar volwassenheid. En ook een bestaan waar ze op eigen benen kunnen staan. Stichting Lezen en Schrijven Bonaire deelt donderdag 9 januari op alle basisscholen meer dan 700 exemplaren van de bijzondere editie van het tijdschrift Donald Duck. We hebben op bijna alle basisscholen hebben de Donald Duck uitgedeeld. Met name groep 7 en groep 8. Voor groep 6 was het misschien toch iets te moeilijk. Maar met groep 7 en 8 zijn we bij alle scholen geweest. En daar wordt op de meeste scholen ook al gelezen uit de Donald Duck. En hoeveel exemplaren zijn er uitgedeeld? Bij elkaar meer dan 700 exemplaren hebben we. En we hebben er nog een paar over en die gaan we ook beschikbaar stellen voor een paar groepen van de eerstejaars op de middelbare school. Dit is een speciale editie van Donald Duck. Die is gemaakt omdat we aandacht willen vragen voor de digitale wereld. De voordelen, maar ook met name de gevaren, de risico's van de digitale wereld. En de bedoeling is dat we kinderen een beetje erop wijzen dat het heel veel voordelen heeft, internet, maar dat er ook risico's aan vastzitten. Dit is echt de leeftijd waar ze dingen zijn aan het ontdekken. En ze zien heel veel leuke dingen natuurlijk. Er komt van alles voorbij. En dat is fantastisch en er kan heel veel. En wij vinden het goed om ze erop te wijzen dat je ook soms af en toe moet oppassen. Dat je niet al te snel je persoonlijke gegevens moet geven. Want op een of andere manier wordt die toch verzameld en komt die later terug. Weten de ouders wel wat de jongeren doen op hun telefoon om dit naar voren te laten brengen? Ja, dat is een goede vraag. Dat raakt echt aan de kern waarom we dit doen. Omdat wij ook zien dat er heel veel kan. En kinderen heel slim zijn. En niet iedere ouder weet precies wat de kinderen met de telefoon en op de computer doen als ze die hebben. Dus daarom is het van belang dat ouders ook dit tijdschrift lezen. En weten dat het belangrijk is om kinderen soms in de gaten te houden. En beperkingen op te leggen daar waar het nodig is. Wat kunnen we eigenlijk verwachten in deze tijdschrift? Wat voor spelletjes zijn er? Het zit met name de strips, dus de klassieke Donald Duck is het. Met strips over de zware jongens, over Donald Duck en zijn drie neefjes die allerlei avonturen uithalen, zoals normaal. Maar dit dan op de digitale wereld. En ze worden geconfronteerd in de Albert Heijn of een grote supermarkt met pasjes waar ze informatie geven. En de logaritmes ineens vertellen dat Donald Duck dit soort spullen moet kopen. Omdat ze weten dat hij dat vaker heeft gekocht of omdat ze denken dat hij het nodig heeft. Dus het wordt heel concreet, heel praktisch, plastisch weergegeven. En dit wordt als het goed is besproken in de klas. Omdat het belangrijk is om de kinderen mee te nemen in deze discussie. Op zaterdag 11 januari is omstreeks 11:15 een aanrijding gemeld tussen een auto en een betonmolen in de tuin van een huis gelegen aan de Calle Monsieur Nuwind. De bestuurder had letsel opgelopen en is met de ambulance vervoerd naar het ziekenhuis voor medische hulp. Na de blaastest is gebleken dat de bestuurder onder invloed van alcohol was. Er zal een procesverbaal voor het rijden onder invloed worden opgemaakt.
de nacht van 12 januari is een melding binnengekomen van een ongeluk met letsel aan de Kaya Corona. Bij dit ongeluk zijn 2 auto's over de kop geslagen. Een aanrijding vond plaats tussen 3 auto's op de T-kruising van de Kaya Corona en de Kaya Nederlandia. Auto 1 die vanuit de Kaya Nederlandia had auto 2 die op de Kaya Corona richting Playa reed, geen voorrang gegeven waardoor de auto's op elkaar botsten. Auto 2 botste op zijn beurt tegen tegemoetkomende auto 3. De bestuurder van auto 2 was met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. Woensdag 15 januari omstreeks 9:30 vond er een aanrijding plaats tussen 2 auto's op de boulevard Gobernador Nicolaas de Brot. De bestuurders van een van de voertuigen werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor een medische behandeling. Woensdagmiddag werd bevestigd dat de bestuurder TCC van 48 jaar is overleden. U kijkt naar het Bonaire Journaal van deze week. Mijn naam is Brecht Coudoder. Ik wens u nog een hele fijne avond en graag tot de volgende keer.